Goh. Of ja, hoe heb jij het zelf? Ik denk dat de feministische beweging ons een heel felle bewustzijn gaf over dat zeer uitgesproken patriarchaat. Kijk naar Suzanne Daniel, die is ook op een gegeven moment afgehaakt. Sorry hoor, met mijn mannen is het moeilijk samenwerken. En ik vind dat nog altijd. Ik vind ons enorm verschillend. Mannen hebben het 10.000 jaar voor het zeggen gehad. En op 40, 50 jaar tijd krijg je dat niet. Och, mannen, hun ego. Ja. Ik denk dat dat heel moeilijk samenwerken is. Wat niet wegnam, nogmaals, eind jaren 80 toch, dat je ging samenwerken op thema's die ons alle twee belang, die alle twee van belang waren voor ons en dat we ons echt ook daartoe beperkten. Bijvoorbeeld rond de organisatie van de Roze Zaterdag en rond wetgevend werk, omdat we daar alle twee dezelfde belangen hadden.